Beste studenten, videoboodschap. Ja, tijdens corona gebruikte ik dit kanaal altijd om te communiceren met de studenten die toen thuis zaten. En ik wou iets met jullie delen, maar ik heb geen moment meer om met iedereen tegelijk te praten. Dus ik doe het even op deze manier. Er zijn twee dingen waar ik het even heel kort over wil hebben. Namelijk ten eerste de resultaten van de toets, de theoretische toets die jullie gemaakt hebben. En ten tweede, wat er van jullie verwacht wordt morgenochtend. Ik neem dit nu op, het is dinsdagavond. En jullie hebben morgenochtend hebben jullie def. Dus hopelijk zie je dit voordat je je gesprek met je TA hebt. Misschien onderweg naar Delft of onderweg naar de campus. Eerst even die toets. De resultaten daarvan zijn ondertussen met jullie gedeeld via de mail. De resultaten zijn natuurlijk per vraag, hè, zoals we uitgelegd hebben over hoe dat gaat met leerdoelen. En dat is per vraag heel verschillend gemaakt. Vooral de vraag over ontwerptheorie is het bij veel mensen nog niet helemaal goed gegaan. Dus die zal je dan op een tweede of een derde mogelijkheid toch nog een keer moeten gaan doen om aan ons te laten zien dat je dat leerdoel dan wel onder de knie hebt. We gaan kijken of we nog wat extra leermateriaal voor jullie kunnen maken. Wat we dan op Brightsides erbij zetten om het nog beter te oefenen. Naast alleen maar de slides en de ontwerpopdrachtmaterialen die jullie al tot je beschikking hebben. Als je nou vragen hebt over wat je als feedback gekregen hebt. Hè, die feedback komt uit een automatisch systeem waarbij wij codes invoeren. En dan krijg je te zien dit ging goed, dit ging niet goed. Als je daar vragen over hebt, stuur een mailtje naar DefTMW. En dan reageren wij erop. Als het rustig is, kan je ook morgen tijdens de ingeroosterde defuren even bij de collega's langslopen. Ik zeg collega's, ik ben er zelf morgen niet bij. Maar Rutger is er en alle TA's zijn er. Dus dan kan je even daar langslopen. Dat over de toets. Laatste over de toets is de mail die we juist jullie sturen. Die is leidend voor je feedback. Er zijn categorieën op Brightspace voor alle leerdoelen die ermee te maken hebben. Die zetten we pas op het allerlaatste moment goed. Dus ga niet mailen van hey, op Brightspace staat iets anders dan in de mail. Die mail die we sturen is leidend. Je houdt dus ook zelf bij welke leerdoelen je gehaald hebt en welke je nog moet halen. En dus welke vragen je bij een eventuele tweede keer toets moet doen. Ik zeg eventueel, er waren een aantal van jullie die hem volledig gehaald hebben. Hartstikke goed gedaan, trots op jullie. Dat over de toets. Dan over morgen. Morgen is er weer uren ingeroosterd om aan de eindopdracht te werken. Als je in de briefing kijkt, dan zie je dat er morgen een opdracht staat die je dan vrijdag in moet leveren voor het maken van een materiaallijst, een tekening en een berekening. Nou, dat is natuurlijk heel beknopt, dus ik ga nu even uitleggen wat er dan van je verwacht wordt. We willen dat je een berekening maakt waarmee je laat zien dat het effect wat je wil gaan demonstreren daadwerkelijk te zien is. Of als het geluid is, te horen is. Of als het iets met warmte is, dat het warmteverschil groot genoeg is. Het gaat erom dat je met een berekening, en je bent natuurkundige, aan ons duidelijk maakt: kijk, dit gaan we maken. Als we dat zo en zo doen, dan wordt het effect zo groot. En dus hebben we een opstelling die daadwerkelijk als demonstratie werkt, waar mensen iets aan zien, voelen, horen. Dat is de berekening. Dat kan voor één van jullie drie, of misschien als je het opsplitst in onderdelen, kan dat als onderdeel van het leerdoel gebruikt worden. Het leerdoel inzetten van fysica in een ontwerp. Daarnaast willen we, als je dat gedaan hebt, willen we dat je ook aanlevert een tekening, een technische tekening, waarmee je duidelijk maakt aan een techneut wat je wil gaan maken. En daarbij lever je ook een lijst met materiaal in. Het kan best zijn, het kan zelfs heel handig zijn, dat je bij die technische tekening labels zet met dit is dat van dat materiaal. Die tekeningen en die materiaallijst, die sturen wij naar daadwerkelijke techneuten van de Leidse Instrumentmakerschool. Dat zijn het soort studenten die opgeleid worden om in technische werkplaatsen aan de gang te gaan en dit soort dingen echt te maken. En daar krijgen jullie de week daarna feedback van. Dus werk serieus aan dat document, want dat gaan we naar iemand extern van de TU Delft toesturen die jullie daar feedback op gaat geven en die hun tijd daarin gaan investeren voor jullie. Dat is de opdracht voor die morgen begint en die je dus vrijdag in moet leveren, zodat wij die op tijd kunnen doorsturen. Morgen over een week gaan we dan inderdaad naar Leiden toe. We sturen later nog, hou je mail in de gaten. Hoe dat logistiek precies gaat. Maar om alvast een tipje op te lichten van de sluier. We delen jullie op in twee groepen. En de ene groep gaat de eerste 2 uur van het blok. En de andere groep gaat de tweede 2 uur van het blok. Daarvoor moet je zelf naar Leiden reizen.
En zorg dat je op tijd aanwezig bent bij de Leidse Instrumentmakerschool. We moeten nog heel even met de Leidse Instrumentmakerschool overleggen over hoe we dat precies doen. Want onze en hun lesuren sluiten niet 100% op elkaar aan. En dat moet natuurlijk wel enigszins kloppen. Daar krijg je nog een mail over. Hou je mail in de gaten. Ja, samenvattend, kijk even naar de feedback die je gehad hebt voor de toets. Dan weet je welke onderdelen je bij een volgende toets eventueel nog een keer moet doen. Voor morgen, straks als je dit aan het kijken bent, ga aan de slag met een berekening, een tekening en een materiaallijst. Zorg ervoor dat je die vrijdag op tijd ingeleverd hebt, zodat wij die op tijd bij iemand van de Leidse Instrumentmakerschool terecht kunnen brengen. Zoals ik al zei, ik ben er helaas morgen niet bij vanwege niet matchende vakantieplannen tussen de regio waar ik woon en de regio Delft. Ben ik met mijn gezin op pad. Ik wens jullie heel veel succes morgen en ik zie jullie volgende week in Leiden, want daarvoor kom ik speciaal terug. Daar ben ik zeker weten bij. Succes!